Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor cultuur. En u zult zo zien wie er aangeschoven is en die gaat zich aan u voorstellen. Ik ben Wim Egermond uit Sluis en ik mag sedert een jaar of 10 Johan Hendrik van Dalen uitbeelden. Misschien ziet u dat wel en anders bij deze. En ik treed regelmatig op met de reuzen van Sluis. Want zoals u weet, Sluis heeft 3 reuzen. Waaronder andere ook Johan Hendrik van Dalen. Ja, helemaal goed. Maar eerst even Wim Egermond. Wie is dat? Waar is hij geboren? En welke opleiding heb je gedaan en zo? En welk beroep? Ik ben geboren in Axel. Oké. Ik heb vanaf mijn 17e ben ik naar de politieschool gegaan in Hoorn in Limburg. En na een jaar werd ik gestationeerd in Kruiningen. Van Kruiningen naar Tholen. Tholen, daar heb ik 7 jaar gestaan, zoals dat dan heet. Ja. En vanaf 1977 ben ik postcommandant geworden in Sluis. Ah. Nou, dus ik woon nu sedert een dik 40 jaar in Sluis. Oké, okay. En hoe ben je dan zo bij Johan Hendrik van Dalen gekomen om dat typetje, of die type uit te beelden? Ja, dat is weer een verhaal apart natuurlijk. Ja, ga maar horen. Zoals je misschien weet, Sluis had een stadsomroeper, Chase Blaken. En ik ben de vaste tekstschrijver van deze man geweest vanaf, nou, denk 1983, 1984. Ja. Dus ik heb toch enige honderden teksten voor me mogen maken in al die jaren. Op een gegeven moment werd hij ook uitgenodigd om samen met de reuzen naar folklorefeesten te gaan in België en in Nederland. We kregen een tweede stadsomroeper, stadsreus en dat was Johan Hendrik van Dalen. Nou, wat is dan mooier om ook die beeldenis uit te beelden. En ik werd gevraagd of ik Johan Hendrik van Dalen wilde spelen. Oké, daar hebben we een mooie foto van. Kijk, daar komt hij. Zo, kijk, waar ben je hier? Dat is niet zo moeilijk natuurlijk, maar leg maar even uit waar je loopt. Dit is Johan Hendrik dus met de dikke van Dalen, de bekende dikke van Dalen. Ja. En dit is tijdens de, de onthulling van de nieuwste stadsreus in Sluis. Oh ja. En dat is Philips de Goede. En wanneer was dat? Dat is nu 2 jaar geleden. Oh ja, 2018. Ja, 2018 is, okay. Is dat geweest. En nou even over Johan Hendrik van Dalen. Hè, de persoon die dus het eerste woordenboek geschreven heeft. Heb ik begrepen, in de Nederlandse taal. In de Nederlandse taal. Kun je iets vertellen over de biografie, de levensloop van Johan Hendrik van Dalen? Johan Hendrik is geboren in Sluis in 1828, 15 februari 1928. Zijn vader is heel vroeg komen te overlijden in Java aan boord van een oorlogsschip. Johan Hendrik was een ziekelijk figuurtje die heel veel op bed lag. Dat gaf hem moed om te gaan studeren. En dan zie je dat hij binnen een jaar of 10 zich opgeworpen heeft tot onderwijzer. Toen was hij 16 jaar. Moet je indenken, 16 jaar, dan stond hij al voor de klas. In Sluis ook? In Sluis, ja. Hij heeft meerdere adressen gehad. Ja. Maar hoofdzakelijk ging het om Sluis. Heeft in die tussentijd heeft hij diverse diploma's gehaald. Frans, Duits, Engels, natuurkunde, scheikunde, gotische talen, Latijn, landbouwkunde. Heel vreemd. En waar haalde hij zo wijs uit vandaan dan? Want er was geen internet. Nee, en er was zelf veel lezen. Het is constant lezen geworden. Waar haalde hij die boeken dan vandaan? Hij was verbonden aan de school, aan de openbare school. Daar kon hij toch boeken vandaan halen. Oh, maar niet en van een archief uit Sluis of zo? Nee, er was wel een archief en dat speelt dan enige jaren later natuurlijk. Oh, ja. Rond 1950, 54 is hij stadsarchivaris geworden van Sluis. Oh, nou goed, ja. En dan gaan de deuren voor hem open natuurlijk. Ja, dat is mooi uitgelegd, ja.
En dan zie je toch dat hij in... Want hij is net 44 jaar geworden. Ja. Heel jong natuurlijk. Maar dat is toch onvoorstelbaar wat hij dan... En ziek en een gezin had hij. Ja. Hij ja. was archivaris, hij was schoolmeester ja. en dan toch... Ja, je snapt niet dat hij het allemaal nee. voor elkaar kreeg. Want hoewel hij toch een ziekelijk karakter had... en heel veel aan geschiedenis deed... Ja. is hij toch getrouwd in 1850 en heeft hij 7 kinderen op de wereld geholpen. Ah ja. Nou, in die tijd was er veel kindersterfte natuurlijk. Ja. Er zijn 3 van de 7 kinderen zijn er vroegtijdig overleden. Ja. En het typische is dat hij 4 kinderen noemde Johan Hendrik. Uit 4 naar, kinderen? Ja, maar ik zei, er zijn er 3 van overleden. Oh ja, 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 ja. ja. Ja, want vroeger was dat zo, he, dat, ja. dat je dan die naam kon hergebruiken, ja. Ja, om het sorry, om populair te ja. zijn. Ja. En een daarvan is in leven gebleven en die heeft zich opgeworpen tot directeur van een psychiatrische inrichting in Ermelo. Oh. En die is pas, die is overleden in 1969, dacht ik, in die koers. En heeft hij ook nog mee te maken gehad, die zoon dan, met de ontwikkeling van het Nederlandstalig nee. woordenboek? Nee, dat is volledig uit handen gegeven aan de Jan Manhaven, een jonge knecht van oh, dat van was Vandalen. Een leerling? Hij was een leerling van Johan Hendrik. Oké. Okay. Ja. Nou, die jongen die heeft wel op het sterfbed van Vandalen heeft die aangegeven dat hij het woordenboek ging voltooien. Ja, want het nou, is niet uitgegeven, het eerste woordenboek, terwijl dat je leefde, hè? Nee. Okay. Nee, hij was al overleden, want de laatste letter moest nog geperfectioneerd worden en dat was de letter Z. Oh? Die was nog niet compleet. Dus hij was al bij de I? Ja, hij was tot en met de I. Zo? Ja. 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 Oké, okay, de volgende foto even. Oh, dat was even terug, alsjeblieft. Dat is dan het standbeeld, hè? Dit is het standbeeld van Vandalen. Kun je even iets zeggen over de ontwikkeling van het standbeeld? Hoe dat hier gekomen is? Dat standbeeld is gekomen in 1924. En dat is bekostigd door de studentenvereniging uit Leiden. De Nederlandse talige faculteit. Ja, de Nederlandse faculteit Leiden. Dat is heel bekend, want Leiden is de eerste universiteit van Nederland. Ja, klopt. Nederlands. En je ziet dat het nog vrijwel jaarlijks is dat er een afvaardiging van die studentenvereniging naar Sluis komt. Om daar toch wat aandacht aan te schenken. Ja, want er is ook een stichting, Johan Hendrik van Dalen. Ja. ja. He, dus daar heb ik al verschillende mensen hier gehad. He, de voorzitter en verschillende mensen. Dus vandaar die passie voor cultuur wilde ik jou ook graag uitnodigen in verband met dat. Zijn er nog meer dingen dat je wilt vertellen over het woordenboek? Nou, ik kan het even laten zien. Ja? Ik heb bij me een woordenboek wat ruim 100 jaar oud is. Naar die camera alsjeblieft. Kijk, en zie je dat het echt een dik boek is. Dit is dan de editie van 1914. Ja, laat maar even zien nog, alsjeblieft. Kijk, dus ik heb het ook even in mijn handen mogen hebben. En ja, je ruikt het, hè? De oudheid. Ja, het is een oudheid. Het is een oudheid. Dat klopt. Zo, een bijzonder... Kijk, maar het is een te kostbaar iets om daarmee de boer op te gaan. Ja. En naar evenementen. Vandaar dat ik... de grote jongen ook bij me heb. Ja, vertel en daar iets over, want ik heb het ook eventjes op mogen heffen. Maar hoeveel weegt het? Deze weegt niks. Oké, want wat is het voordeel van deze dikke Vandalen? Kijk, lang was van een dikke Vandalen, wat bedoel je daar nou mee? Nou, enerzijds zit je met dat dikke exemplaar wat je dan in de beginfase meenam. Ja. Dacht van, dat gaan we dus niet meer doen. Toen kwam er op een gegeven moment op bij de bierhandel Grimsbergen, kwam er geschenkverpakkingen. Oké. Okay. En dat is deze doos. Ah. Daar zaten twee keurige flessen bier zaten erin. Maar ik dacht van, hey, daar ga ik eens een keer dankbaar gebruik van maken. Dus ik heb hem omgetoverd in de dikke Vandalen. Ja. Weliswaar met dat het in de woordenboek...
Hij is helemaal leeg. En maar vooral er kunnen wel twee flessen in de zomermaanden is dat fantastisch. Want als je dan meegaat in evenementen, doe je daar twee flesjes water in. En je valt niet droog onderweg. Nee, zet hem op dezelfde plaats terug als je wil. Ja, ik perfect. Ik weet niet of die goed staat. We hebben nog iets, dacht ik. Ja, dat is een verkleinde uitgave. Doe het maar even zo vast als je wilt. Kijk. Ja. En dit is dan een zakwoordenboekje van de Nederlandse taal. Ook uit de tijd van begin jaren 1900. Ja. En die kwamen regelmatig, want ik heb er vier van deze. Maar er zit iedere keer een 20 jaar tussen. Oh ja. Dan zie je toch dat die steeds dikker begint te worden. Ja, ja. Per jaar kwamen er zo'n 18.000 woorden bij. Oh, en nog steeds? En nu is dat misschien 100.000, ik weet het niet. Ja, maar het gaat ontzettend hard. Ja. Ja. Dan hebben we ook nog in Belfort een afdeling van Johan Hendrik van Dalen. Kun je dat even toelichten? U bedoelt het museum. Museum. Belfort, hè? Ja. Nou, daar is de volledige levensgeschiedenis van Dalen wordt daar duidelijk gemaakt aan de hand van video's, teksten die vergroot worden. Er zit een kleine verzameling van onder andere woordenboeken en prentjes. Oh ja. Ja. Het is mooi, maar één ding mis ik in het museum. En dat is dat Van Dalen zelf daar een keer moet. Maar dat zou ik graag hebben, dat daar maandelijks, dat ik daar bijvoorbeeld naartoe zou gaan om eens een lezing te geven. Ja, je mist daar ook schoolbankjes. Ja. Ik heb ook aangedragen van, zet nou een keer zes schoolbankjes neer en laat Van Dalen af en toe eens optreden. Ja. Zeker als er bijvoorbeeld kinderen komen, een schoolklas. Nou, ik ben het helemaal mee eens. Misschien dat er iemand kijkt die er iets over te zeggen heeft en dat hij zegt van, gaan we doen. Ja. Kijk, okay. We zijn natuurlijk al daar mee bezig. En zie je dat binnenkort wordt er voor de derde keer een jeugd, Johan Hendrik van Dalen dicté. Oh ja, daar hebben we een paar foto's van vorige jaren. Laten we even kijken. Ja, wat is dit? Kijk. Dit is de prijsuitreiking van de tweede Johan Hendrik van Dalen. En welk jaar was dat? En dat is vorig jaar geweest. 2019. Ja, 2019. En vertel je nou dat er in 2020 weer een komt? Ja, klopt. Over een paar weken worden de klassen uitgenodigd om via de streaming om een dicté te volgen. En over twee burgemeester weken, want we zitten even met de tijd, dat is dan eind oktober. Dat zal eind oktober zijn. Ah, ja. Ja. En we gaan daarvoor digitaal het dicté opnemen. Ja. De burgemeester Marga Vermu, die gaat de zaak voorlezen, het dicté voorlezen. Maar op het stadhuis. Ja. Ja. En het wordt dan uitgezonden. En de kinderen die kunnen klassikaal op hun eigen school kunnen ze hun dicté invullen. En is dat nog steeds schrijven of is dat? Dat is nog steeds schrijven, woorden invullen is het. Ja. En dat wordt dan verzameld. En dezelfde dag gaan we op het stadhuis hier in Oostburg de zaak nakijken. Nou, 3 uur later is de prijsuitreiking. Oh, leuk man. Ja, we proberen het toch vast te houden. En wie maakt dat dicté? Is dat een comité of een team? Nee hoor, dat is een vaste man. Die woont in Middelburg. Dat is Leenvaar. Ja, die heeft een bekende naam. Ja. Ja. Die vroeger wethouder was hier in de gemeente. Oh, ja. Komt je oorspronkelijk ook uit Sluis ook? Nee, uit Breskes. Uit Breskes. Ja, het is een Bresciaander. Gemeentesluis, hè? Ja, gemeentesluis. Ja, okay. ja. Nou, ik denk dat we nog een foto hebben. Ja? En dit was dan ook weer die... Dat was, ik denk dat dit van de eerste editie is. Ah ja. En dat is dan van... Kijk hier, hebben we de prijsuitreiking van 2019 begrijp ik. Dat is van 2019. Ah, ja. Met mevrouw Marga Vermu, burgemeester. Nou, volgens mij was dat de laatste foto. Ja. Helemaal goed. Zijn er nog dingen die we willen laten zien? Dat je zegt van...
Nee hoor, nee, ik had, maar in het begin was dat misschien... Oh ja, 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 eventjes een beetje tegen die camera houden zo, even inzoomen. Vertel, want dat is de stadsomroeper, ja. Maar die is gestorven? Die is 2 jaar geleden is die overleden. Dat was Sees, hè? Dat was Sees, en die is 72 jaar is die stadsomroeper geweest. En ja goed, dat is een goed voorbeeld. Het is een icoon voor Sluis. En ik wil mijn best opwerpen om ooit eens een keer een standbeeldje van hem in Sluis te krijgen. Oh ja. Ja. Er is ooit een beeld van hem gemaakt op ware grootte. En dat heeft een tijd in het Belfort gestaan. Maar dat is ongelukkigerwijze is dat vernield. Oh. Een arm eraf gebroken door een Belgisch kind. Oh. Nou, dus terug naar de creator gegaan, de maker van het spul. Maar dat is nooit teruggekomen naar Sluis. Zo. Dat kijk, en dat vind ik jammer. Ja, maar dat geloof ik. Zeker ja, als je zo... Je hebt momenteel niks meer, want Jantje van Sluis, hè, was vroeger ook in de vorm van kleine beeldjes te krijgen. Nou, dat is er niet meer. Nee. De mallen die zijn vernield in Kroatië. Het bedrijf is toen failliet gegaan en de mallen die zijn vernietigd. En dat is heel wat jammer. Ja. De Sluis heeft eigenlijk zo niks. Nee. Dan denk ik van, kies nou of je maakt een Hendrik van Dalekje in 20 centimeter hoog. Ja. Of je doet een stadsomroepertje. Ja. In de vorm van Chase Blaken bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, ik ben het helemaal eens. Nog niet. Want in Hulst hebben ze dan Pagaders. Ja. Hè? Dus van Pagaders van betalen. Ja. En die zijn ook vernield. Ja. Maar die zijn dan weer hersteld. En dan ook weer op andere plaatsen gezet. En zo kun je de passie van cultuur uitdragen. En dat is natuurlijk ook een route. Ja. Hè? Dat de kinderen kunnen lopen en dan een prijsje nou verbonden. Maar ook van Johan Hendrik is er een looproute hoor, door de Sluis. Ja, ja. Kijk, die is bij het VVV is die aan te kopen voor een paar euro, denk ik. Ja, ja. En dan ga je toch via vaste punten waar hij ooit gewerkt heeft, gewoond heeft. Ik woon zelf ook in een woning waar vroeger Van Dalen gewoond heeft. Ah. Recht tegenover het Bizarium, het museum in de Hoogstraat in Sluis. Ja. Nou, het Bizarium was de openbare lagere school. Of de openbare school heette dat vroeger. Weliswaar niet het gebouw wat er nu staat, maar een editie daarvoor. Oh ja. Ja. Dus eigenlijk heeft Sluis een heleboel cultuur die eigenlijk nog toch iets meer geactiveerd zou moeten worden. Ja, dat is jouw boodschap eigenlijk. Ja, en, zonder meer. Okay. Zonder meer. Heb jij nog meer punten dat je zegt van die wil ik behandelen of nee? Nee, niks echt. Het is jammer dat dit jaar qua evenementen er totaal niets is doorgegaan. We zijn er wel mee bezig op de achtergrond om toch, want het Belfort, het stadhuis van Sluis is nu 60 jaar weer terug in bedrijf. Om het zo maar te zeggen, nee? Want dat is tijdens de oorlog is dat zowat volledig vernield. Ja. Nou, 1960 is dat weer in bedrijf genomen. Nou, daar hadden we keurig netjes een programma voor geschreven. Om in 2020 dat te vieren met allerlei activiteiten, maar door corona is dat niet doorgaan. Met een beetje soortgelijke activiteiten als in 1960. Ja, met een maaltijd op de Grote Markt. Er wordt zelfs gedacht om de militairen. Dat waren grenadiers. Het garde-regiment. Om dat naar Sluis te halen. Ik weet niet of dat de mogelijkheid daar is. Ja. Maar ik zeg, alles is op een lange baan geschoven. Ja. En nu hebben we maar een datum vastgeprikt. En dat is half mei. 2021. 2021. Zoals zoveel activiteiten. Ja. Hè? Ja. Ja, mocht het niet, dan wordt dat weer maar opgeschoven. Ja, 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 maar wat, het is jammer. Wat in het vat zit, verzuurt niet, hè? Nee, zo is dat. Oké. Okay. Zullen we het daarbij laten? Ja, prima. Oké. Okay. Nou, beste kijkers, dit was weer een grote inkijk in het cultureel leven. Passie voor cultuur. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie wat informatie gekregen hebben. En misschien dat er wel iets uit deze aflevering uitrolt wat betreft de creatie van allerlei dingen die jij zo in je hoofd hebt. Ja.
Wie weet. Ik zou me aanbevolen om nog eens een keertje terug te komen. En dan praten we daar weer over. Dan praten we daar weer over. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Oké. Okay.